Zandvoort Militair Muzikaal Festijn. We zijn iets later, de bussen hadden wat vertraging in het drukke verkeer van Den Haag. Maar u hoort dat ze er al aankomen. Het is vandaag het Militair Muzikaal Festijn. En dat is een programmaonderdeel van het Prinsjesfestival. En dat is na afwezigheid van een aantal jaren weer nieuw leven ingeblazen. Het Militair Muzikaal Festijn is een muzikale show verzorgd door een drietal muziekkorpsen. Het zijn reunie- en vrijwillige muziekkorpsen die de traditie van de voormalige discipline en tamboer- en fanfarekorpsen levend houden. Het betreft het behouden en cultiveren van een militair muzikaal cultureel erfgoed. Zo dadelijk treedt voor op het traditioneel tamboerkorps van de Grenadiers. Het traditioneel jachtkorps van de Garde Jagers en het vrijwillige fanfarekorps van de Jasmin. De korpsen zullen op de grote individueel optreden, gevolgd door de gezamenlijke optreden van het tamboerkorps en het jachtkorps. Ten slotte zal de gezamenlijke finale, waarin de volledige militair van het jachtkorps ten horen wordt gebracht. De algehele leiding was dus bij de militairen, meer dan 20 jaar kampenaar en kapelmeester, verbonden was met het jachtkorps van het jachtkorps. Ik wens u voor dadelijk alvast veel luister- en kijkplezier.